الله مولانا وكافل أمرنا في هذه الدنيا وبعد فنائي، بشرى لنا إنا وجدنا مؤنسا ربا رحيما كاشف الغم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Geachte broeders en zusters, in de vorige uitzending had ik het onderwerp geloof besproken. Wat is geloof? Ik had uitgelegd dat geloof haar vruchten voortbrengt wanneer wij accepteren, aanvaarden dat datgene wat ongezien is, blijft behoren tot de wereld van het ongeziene. Geloof betekent dat men in bepaalde zaken gelooft die tot een bepaalde hoogte behoren tot de wereld van het ongeziene. Dat wil zeggen dat er altijd een ruimte is van waarschijnlijkheid. Daarom heet het geloof. Ons verstand kan het niet volledig omvatten, nog enige wetenschappelijk onderzoek. Daarom kunnen filosofen uiteindelijk slechts tot de conclusie komen dat er bijvoorbeeld een God moet zijn. Er zou een God moeten zijn. Terwijl degene die de profeten volgen via een geleidelijke proces van gehoorzaamheid uiteindelijk geestelijke ervaringen zullen opdoen en zullen geloven. Niet dat er een God zou moeten zijn, maar zij zullen geloven dat er een God is. Namelijk, er is een groot verschil tussen er zou een God moeten zijn en er is een God. Daarom ziet men in de geschiedenis dat vaak eenvoudige, simpele mensen Allah hebben bereikt, terwijl de grote denkers, de grote filosofen, de grote wetenschappers nooit de doelstelling hebben, dat doel hebben bereikt. Ik probeer vandaag dieper op in te gaan op het onderwerp door middel van een bepaalde hadith aan te halen. En daarna wil ik verder gaan met het onderwerp dat ik vorige keer al had besproken, noodzaak van een hervormer. Er is een hadith waarin Allah duidelijk laat zien dat geloof een geleidelijke proces is. Het beste om Allah te bereiken is niet alleen maar door zintuiglijke waarnemingen, wetenschappelijke benaderingen of door filosofisch te denken. Allah zegt: gehoorzaam een profeet, verricht goede daden, vereenzelvigt niets met mij en u zult mij kunnen naderen. En u zult drinken uit de beker van volle overtuiging. Ik zal het in het Arabisch lezen, een hadith Qudsi. An Abi Huraira radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah azza wa jal قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها
ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Dit is een hadith Qudsi die de woorden van Allah bevatte. Allah zegt, hij die de oorlog verklaart aan mijn vriend, degene die zich volledig heeft toegewijd aan Allah, Allah verklaart hem de oorlog. Dan zegt Allah, met niets komt een dienaar van Allah dichter bij Allah, dus dichter bij hem, wat Allah liever heeft dan datgene wat Allah verplicht heeft gesteld. Dan zegt Allah, de dienaar gaat verder, de vriend van Allah gaat verder, de dienaar van Allah. Hoe? Met het verrichten van vrijwillige daden. Indien hij doorgaat met het verrichten van vrijwillige daden, dan zal ik hem lief hebben. Dus eerst de verplichte zaken, dan verricht hij de vrijwillige daden, ten opzichte natuurlijk van Allah en van de mensen, dan zegt Allah, uiteindelijk bereikt hij een fase van volle overtuiging. Allah zegt, ik zal van hem houden, ik zal zijn gehoor zijn of zijn oren worden waarmee hij hoort, zijn zicht zijn waarmee hij ziet, zijn handen waarmee hij grijpt en ik word zijn voeten zullen mijn voeten zijn of ik word zijn voeten. Waarmee hij loopt. En dan zegt Allah, indien hij mij iets vraagt, dan zal ik hem zelk het gebed zeker beantwoorden. En indien hij toevlucht tot mij zoekt, zal ik hem zeker beschermen. Dan zegt Allah, ik aarzel over niets dan de aarzeling van mijn dienaar wanneer de dood hem nadert. Hij houdt niet van de dood, hij haat de dood. En ik wil hem niet kwellen door zijn ziel te ontnemen. Dus uiteindelijk, ik wil het onderwerp hier van geloof afsluiten. Simpel gezegd, geloof is een geleidelijke proces. Aanvaard de profeet van de tijd, de hervormer van de tijd. Sami'na wa ata'na, geluisterd en gehoorzaam. En uiteindelijk zal Allah u van ene stadium naar het andere leiden, totdat u Allah bereikt. Dit is een korte samenvatting van wat geloof is. Dit had ik in het vorige programma besproken. Nu ga ik verder over de noodzaak van een hervormer. Ik ga dit uitleggen aan de hand van bepaalde verzen van de Heilige Koran. Allah zegt, وَإِنْ سُورَةُ الْحِجْرِ وَالْأَرْضَ مَدَّدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَانْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحْ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Deze verzen in Surat 15, Al-Hijr, leggen uit wat de noodzaak is, dat er noodzaak is voor een hervormer. Allah zegt, wij hebben de aarde uitgespreid. Wij hebben er hechte bergen op geplaatst. Wij doen allerlei noodzakelijke dingen in de juiste maat opgroeien. Hoe is het mogelijk? Wanneer Allah, de Koran, is een geestelijke boek voor geestelijke zaken.
Alhoewel bepaalde materiële zaken worden besproken, de fysieke zaken, uiteindelijk draait het om het zuiveren van de ziel. Indien Allah de wereldse zaken bespreekt, oftewel de materiële zaken, oftewel de fysieke zaken in het materiële universum, stoffelijke universum, is dat alleen maar een indirecte uitleg om de geestelijke zaken te begrijpen die wij tot een bepaalde mate kunnen bevatten. Wat bedoelt Allah hier? Wij hebben de aarde uitgespreid, hechte bergen op geplaatst, etc. En dan zegt Allah, wij doen allerlei noodzakelijke dingen erop groeien. Aarde, wat Allah hiermee bedoelt, hij bedoelt eerst simpel gezegd, de aarde heeft haar inherente krachten. Wij hebben haar vruchtbaar gemaakt. Alles groeit erop, wat noodzakelijk is voor de lichamelijke progressie van de mens. De mens als consument wordt hierdoor in zijn behoeften voorzien, bijvoorbeeld door middel van voedsel. Dan zegt Allah bergen, de bergen dienen als waterreservoirs. U ziet gewoon de wolken getransformeerd in sneeuw en dan ziet u ze dienen als waterreservoir. Uiteindelijk wordt het water en uit de bergen smelt de sneeuw. U ziet het water wordt geleidelijk gezuiverd en zo wordt hierbij via rivieren de aarde gediend. Wat wordt hiermee bedoeld? Hiermee wordt bedoeld de aarde, de Koran. De aarde is hier de Koran. Dat wil zeggen, de Koran, zoals de aarde wordt beschermd, extern als intern. Zo zegt Allah ook, men is afhankelijk van de aarde, zo is de mens afhankelijk van de Koran. En de Koran wordt extern als intern beschermd. Wat bedoel ik met extern? Dat wil zeggen, en zoals de aarde afhankelijk is van regen en van water, etc. Zodat alles groeit, zo is ook de mens of de Koran zelf ook afhankelijk van de geestelijke leraren die het boek uitleggen. Aan de andere kant, de interne kant van de Koran is haar interne voortreffelijkheden en schoonheden die worden ontsluierd naar gelang de tijd die de zoekers naar waarheid aantrekken. Dan zegt Allah, waarvan wij voor u en degene die gij niet onderhoudt, bestaansmiddelen verstrekken. Dus wij onderhouden u, maar wij onderhouden ook anderen of andere wezens die gij zelf niet kan onderhouden. Hiermee wordt ermee bedoeld, de mens is begrensd. De mensen van ene generatie kunnen niet de andere mensen van andere generaties in hun geestelijke voorzieningen voorzien, kunnen hun geestelijk niet voorzien. Waarom? Heel simpel, want de kennis van nu, hedendaagse kennis, en alles wat we leren, et cetera, maar ook de toestand waarin we leven, de omstandigheden variëren van tijd tot tijd. De kennis van nu wil nog niet zeggen dat wat we nu opdoen, de kennis opdoen, dat deze kennis volledig in de behoeftes van de volgende generaties voorziet. Daarom heeft Allah, is het noodzakelijk dat we een allesomvattende goddelijke openbaring zouden krijgen. Dat is de Heilige Koran. Het omvat de materiële, morele, geestelijke ontwikkeling voor alle tijden. De kennis van deze tijd, zoals ik heb uitgelegd, kan niet de behoeftes en de problemen van de volgende toekomstige generaties tevreden stellen of voorzien. Dan zegt Allah, er is niets of de schatten ervan zijn bij ons, maar wij zenden deze slechts in bepaalde mate neder. Dat wil zeggen,
Wij hebben alle schatten. Allah heeft de oneindige voorraad voorzieningen. Maar uit zijn Rahmaniya, zijn oneindige barmhartigheid, zendt, wat doet Allah? Zendt hij deze maar in bepaalde mate neder. Hoe doet hij dat? Wanneer de tijd daarvoor rijp is, leidt hij bepaalde gedachten van de mens tot een bepaalde object of tot bepaalde zaken die nodig zijn voor die tijd, voor de behoeftes van die tijd. Bijvoorbeeld steenkool, elektriciteit, ijzer, olie, toen de tijd noodzakelijk was in het zevende millennium. Het was noodzakelijk dat de mens in zijn behoeftes wordt voorzien, hebben deze zaken een revolutionaire verandering gebracht in de vooruitgang van de mens. Met andere woorden, er is een stoffelijke universum, de Koran is een geestelijke universum. Zoals er vele verborgen rijkdommen, gaza'in, rijkdommen, verborgen rijkdommen zijn in het stoffelijke universum, zo is er ook geestelijke kennis, geestelijke rijkdom in de Heilige Koran. En deze rijkdom wordt slechts, geestelijke rijkdom wordt slechts gemanifesteerd naar gelang de behoefte van de tijd. Want Allah is oneindig en de Koran zijn zijn woorden en de Koran is ook oneindig natuurlijk. Dus is het noodzakelijk dat de Koran zal worden beschermd. Tot zodat alle generaties voor wie het nodig is dat zij deze rijkdommen ontvangen, dat ze deze ook daadwerkelijk zullen ontvangen. Andere heilige boeken hebben hun doelstellingen bereikt en zijn ten dode geschreven. Dat wil zeggen dat de leerstellingen van andere boeken ook van Allah afkomstig zijn, maar dat deze tot het verleden behoren en deze de behoeftes van toekomstige generaties niet kunnen in behoeftes kunnen voorzien. Dat wil niet zeggen dat men hierdoor door deze leerstellingen te volgen. Nee, want dan zal men juist gaan afdwalen in plaats van de rechte weg te volgen. Daarom heeft Allah de heilige profeet Mohammed vrede en zegeningen met hem gezonden, zodat de mensheid hem volgt. Uiteindelijk is er een leerstelling voor de hele wereld. Dan zegt Allah, wij zenden de winden, de bestuivende winden. Daarna zenden wij water uit de wolken neder, geven u daarvan te drinken en gij zijt niet degene die het vergaart. Bestuivende winden, dat wil zeggen, in de Arabisch heeft verschillende betekenissen. Een van de betekenissen is de winden, die wind die met zich zaad met zich brengt en daardoor bijvoorbeeld de vrouwelijke planten hiermee bestuift. Allah zegt hierbij, u heeft geen macht over het water dat wij nederzenden. Allah zegt, u heeft geen macht over de zuiverheid van het water. De mens kan niet de zuiverheid van water blijven behouden. Zo bedoelt Allah ook hiermee dat natuurlijk voor de geestelijke zegeningen, het is onmogelijk dat de geestelijke zegeningen in hun oorspronkelijke zuiverheid zullen blijven. Zonder de bescherming van Allah. Zelfs de geestelijke zegeningen kunnen niet in hun oorspronkelijke staat blijven. Allah legt uit, hij gaat verder. Hij zegt, o ongelovigen, zien jullie niet? Jullie denken dat de Koran niet nodig is.
Zien jullie niet dat ondanks dat er oceanen zijn, dat wij toch hemelse water nederzenden? Zo bedoelt Allah, ziet u niet, ondanks dat u de boeken heeft, dat Koran noodzakelijk is voor de zuiverheid van de leerstellingen? Dan zegt Allah tot de gelovigen, niet alleen de ongelovigen, voor de moslims voor alle tijden. Ziet u niet dat aardse water onzuiver wordt, dat hemelse water noodzakelijk is voor nederdaling? Dat wil zeggen, zien jullie niet dat een tijd kan komen, mens kan afdwalen, de Koran kan verkeerd worden geïnterpreteerd, en dat dan noodzakelijk is dat God hemelse water zal laten nederdalen? Dat wil zeggen de openbaring van God, zodat men de Koran op de juiste manier interpreteert. Dan zegt Allah, voorwaar wij zijn het degene die leven. Wij zijn het die leven geven. Wij zijn degene die doen sterven. Wij zijn de erfgenamen. Leven geven, dat wil zeggen door acceptatie van het woord van Allah, door de acceptatie van de hervormer van de tijd, de profeet, zal men geestelijk leven. Indien men hem niet accepteert, dan vertoeft men zich in de duistere wereld en is men geestelijk dood. Dan zegt Allah, wij zijn de erfgenamen. Wat bedoelt Allah hiermee? Iedereen zal sterven, slechts Allah is de onvergankelijke. Hoe zal Allah dan iemand aanstellen als beschermer, indien deze wezens als de imam, etc., de fuqaha, de geleerden in de islam, ook vergankelijk zijn? Het is Allah die oneindig is, die niet sterft. Hoe kan een sterfelijke wezen in behoeftes voorzien van voor de toekomstige generaties? Dan gaat Allah verder. Wij kennen degene onder u die vooruit gaan en degene die achterblijven. Wat bedoelt Allah hiermee? Hij zegt, wij zijn degene die het water, geestelijke water, laten nederdalen. Wij zijn het die de hervormers sturen, maar het is niet aan u om deze mensen aan te stellen. Want niemand kent de harten van de mensen. En geloof is een interne aangelegenheid tussen Allah en de mens. Hij kent de mensen, hij kent de harten van de mensen. Want de bescherming van de Koran is niet alleen afhankelijk van iemands intellectuele capaciteiten, maar ook van de zuiverheid van zijn hart. De heilige profeet was een ongeletterd persoon. Uiteindelijk, hij was de meest zuivere persoon op aarde. Hij was degene die de openbaring van de Koran kon dragen. Dit is de reden waardoor Allah de bescherming op zichzelf heeft genomen en dus zelf de hervormers aanstelt en dit niet overlaat aan de gelovigen. Dan zegt Allah, uw Heer zal u allen verzamelen. Hij is al wijs, al wetend. Verzamelen bedoelt Allah hiermee natuurlijk ook na de dood, de dag des oordeels, maar hiermee wordt ook bedoeld dat wanneer Allah de profeten zal sturen, dat hun doel is om de mensen te verzamelen. Eenheid, om al de verschillen weg te nemen en een liefde en broederschap, harmonie en tolerantie onder deze mensen teweeg te brengen. Allah zegt, ik ben Hakim, ik ben de wijze, de alwijze. Dat wil zeggen, geleidelijke proces. Bekering is een geleidelijke proces en niet een dwang. Want Allah zegt, ik heb de macht om de mensen direct tot de islam te laten overgaan. Natuurlijk. Maar dan is er een soort sprake van dwang. Want daarmee kan ik ze niet meer belonen, nog kan er onderscheid worden gemaakt tussen de gelovigen en ongelovigen. Hoe zou men dan in de historie, in de geschiedenis, onderscheid hebben gemaakt tussen Abu Bakr, radiyallahu an, en Abu Jahl? Dan zegt Allah, ik ben de alwetende. Hij bedoelt, geen zorgen, geen wanhoop, als iemand van u zal sterven voordat de overwinning zal van de profeet
geschiet. Maakt u geen zorgen hierover. Zoals bijvoorbeeld de gelovigen, de metgezellen van de profeet, bepaalde metgezellen, stierven voor de overwinning, voordat de heilige profeet Mekka geestelijk heeft veroverd. Dan zegt Allah, geen zorgen hierover, want de ware verzameling is de verzameling, de ware oordeel is het oordeel in het hiernamaals. Ongelooflijk dat in Surat 15, Surat al-Hijr, al deze zaken worden besproken. Een bewijs dat dit Koran een goddelijke boek is. Dan zegt Allah, وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهُ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. En hij gaf u al hetgeen gij van hem vraagt. En indien u de gunsten van Allah telt, zult gij ze stellig niet kunnen opsommen. Voorwaar, o mens, u bent onrechtvaardig, u bent kafaar, u bent ondankbaar. Dat wil zeggen, het beantwoorden van een behoefte volgens de mate waarin deze is gewenst, een van de goddelijke wetten is. Alle behoeften, fysieke als geestelijke, die noodzakelijk zijn. Natuurlijk niet alle materiële zaken waarnaar de mens vraagt, maar de essentiële zaken. De zaken die werkelijk nodig zijn voor de ontwikkeling van de mens en voor zijn overleving. Al deze zaken waarnaar hij vraagt, de gebeden hiervoor worden aanvaard. Allah voorziet deze mensen. Allah heeft deze taak op zich genomen. Dat hij het gebed van de mensen beantwoordt. Zoals Allah, hij geeft u al hetgeen u vraagt. Dan zegt Allah, maar dit is niet alleen maar in de fysieke wereld. In de geestelijke wereld is niet zoals in de materiële wereld dat hij u datgene geeft wat essentieel en belangrijk is, niet alle zaken. Hij zegt in de geestelijke wereld, inna alayna lal huda. Inna alayna lal huda. Het is aan ons om te leiden. Deze taak heeft Allah volledig op zich genomen. Indien dit niet zo was, dan zou de mens op de dag des oordeels hebben geklaagd. Zoals in de Koran staat. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ أَوْ نَخْزَى. Waarom? Indien Allah de leiding niet op zich had genomen, dan zou de mens hebben gezegd, O Allah, waarom hebt u ons geen boodschappen gezonden, zodat wij niet op deze manier zo vernederd en tot schande gebracht zouden zijn. Maar Allah zegt wel nee. Ik zal jullie altijd geestelijk voorzien. En daarom zal op de dag van de opstanding God aan de mensen vragen, heb ik u niet altijd van leiding voorzien? Allah zegt, dit zijn niet mijn woorden. Allah zal zeggen, Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadha. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Kwamen er niet uit uw midden boodschappers tot u die mijn tekenen verklaarden en die u over de ontmoeting van deze dag waarschuwden? Zij zullen zeggen, wij getuigen tegen onze zielen. Zij zijn misleid, zegt Allah hier.
door het wereldse leven, door de externe factoren, want hun ziel, hun natuur, zij zijn zuiver geboren, maar door hun klimaat, de klimaat waarin zij leefden, de externe factoren, de geleerden die hen op verkeerde pad hebben, het verkeerde pad hebben laten betreden. Het is daarom onmogelijk dat wanneer men behoefte zou hebben aan goddelijke leiding, deze leiding niet zou komen. Aan de moslim is zelfs speciale leiding beloofd in andere verzen van de Koran, met nadruk. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun. Allah zegt inna bij, nahnu bij, nazzalna, nazzalna, wij hebben nedergezonden. Dan zegt Allah weer wa inna lahu lahafidun, weer inna. Hoeveel keer zegt Allah aan ons, wij zijn degene die het boek zullen beschermen. Dikker is hier vermaning. Wij hebben voorwaar, wij hebben deze vermaning nedergezonden. En voorzeker, wij zullen er de beschermer over zijn. In de belangrijke goddelijke bewoording kan bescherming niet alleen bescherming van het woord of de tekst van het heilige boek zijn. Hoewel dat zonder twijfel een gedeelte van de goddelijke belofte is. Bescherming moet duidelijk iets meer zijn dan dit. Het moet ook bescherming zijn van de geest en het wezen van de leerstellingen, de boodschap en haar betekenis. De waarheid van de belofte van God is dat hij de tekst van de Heilige Koran bestand maakte tegen de tijd en tegen bewuste en onbewuste menselijke inmenging. Dit maakt de Heilige Koran uniek onder de heilige boeken van de wereld. En ook getrouw aan zijn belofte heeft God de Heilige Koran immuun gemaakt tegen het verlies van de fundamentele betekenis en geest. Ik zal, inshallah, in de volgende uitzending doorgaan met het onderwerp noodzaak van een hervormer. En zal dit nader uitleggen. En dan zal ik stap voor stap overgaan tot datgene wat ontzettend belangrijk voor onze tijd is. Namelijk degene die Allah heeft gestuurd. Van hemzelf, van Allah zelf, de beloofde Messias, de Imam Mahdi, waarover de heilige profeet heeft gesproken. Insha'Allah, tot de volgende uitzending. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.